Tini en Lau, het Rotterdamse stel dat scheldend een kerstboom optuigde. Weet u nog? Godverdomme, wat heb ik altijd aan gezeik bij jou. Ik krijg echt een mooie pestkanker van. Dan moet je niet zo toe tegen mij te keren. Nee, dan moet je het godverdomme goed doen. Ja, dat doe ik toch, ik doe toch niks? Ach, nee, dat begrijp ik dat je niks doet. Er heeft zich onlangs een drama voltrokken in huizen Tini en Lau, want Lau moest noodgedwongen naar een verzorgingstehuis. En dus bleef Tini achter in de leegte, de stilte en met heel veel verdriet. Mijn man is weg. In de verzorgingshuis. En hoe kwam dat? Ja. Ik kon niet meer lopen. Mis je hem? Ja. Ene kant wel, andere kant weer niet. Ja, het is natuurlijk wel rustig in huis. Maar ja, ik heb een kat nog, dus daar heb ik ook wel veel liefde aan. Maar je wordt ook niet meer verrot gescholden nu. Dat scheelt dan misschien wel weer een beetje. Dat heb je goed gezien, ja. Ja, hallo. Dag Lau. Ha, jongen. Hallo. Ja, hoe gaat ie? Hoe is het met jou? Nou, geen beter bij jou, hè. We houden mij vol. Ik vind het toch wel vervelend en rot, Lau, om jou nou zo hier te zien. Ja, dat vind ik zelf wel. Je hebt toch altijd vreselijk ook om je moeten lachen en nou zit je er zo bij. Ja. Hé? Ja, zo is het leven tegen ze. Ga je vaak op bezoek bij Lau? Nou, nauwelijks als het kan. Want ik heb ook met mijn financiën natuurlijk ook zit nou ook een beetje krap natuurlijk. Je hebt geen geld om hem te bezoeken? Nee. Zo, dan gaan we eens even bij Lau kijken, Tini. Je bent wel blij, hè, Tini, dat we naar Lau gaan? Ja, tuurlijk. Het is toch je man. Zo is het. Nou, zeg dan maar eventjes dankjewel, Rutger, alvast. Dankjewel. Rutger? Rutger. Kom, we gaan op naar Lau. Kijk eens. Hallo. Daar is het weer, zien. Nou jongens, zet ik jullie eventjes zo bij elkaar. Kunnen jullie even lekker een beetje nakletsen, hè? Zo. Mooi, hè, Tini? Ja, heel leuk. Geniet even van elkaar. Tikkie-takkie. Ongebakkie. Ja, proost.